We staan hier met de man van de vlinderslag, Louis Kroenen. Dag Louis, hoe gaat het? Goedemorgen, ça va. Hoe gaat de Flanders Wing Cup tot nu toe? Gisteren een heel goede prestatie gehad op de 400 vrije slag. Ik heb ook het goud meegenomen, dus dat is heel mooi. Persoonlijk record gezwommen. Dus allemaal goede dingen. Vandaag was het ietsje zwaarder allemaal, ietsje moeizamer deze ochtend. Dus vanavond hoop ik nog eens te kunnen knallen. Heb je enkele persoonlijke records gebroken in 2017? Ja, niet op mijn favoriete nummer, de 200 vlinderslag, heb ik geen record gebroken. Wel op andere nummers, 100 vlinder, 100 vrije slag, 400 wisselslag. En heb ik ook wel hier en daar wat progressie gemaakt in klein bad. Maar het grootste doel was eigenlijk de 200 vlinder, om daar progressie op te maken, en dat is niet gelukt. Ik hoor dat je naar Australië gaat. Ja, begin maart, na de dag na de Diamond, vertrekken we naar Australië voor 3 weken. Om een keer daar te trainen, een keer naar het oosten te gaan, omdat de volgende kampioenschappen, de Olympische Spelen, de wereldkampioenschappen volgend jaar, zijn allemaal in Japan of naar het oosten toe. Dus een keer zien hoe dat de jetlag verloopt. En ja, Australië is ook wel een leuk land om naartoe te gaan, dus daarom. Wat zijn de plannen nog verder? We hebben nu de piekmoment is februari, eind februari en begin maart. Daar hoop ik mijn EK-limiet te zwemmen. En als dat lukt, dan kunnen we eigenlijk verder, zoals het op het schema stond, verder het EK voorbereiden. En dat is eigenlijk de belangrijkste doelstelling. Dankjewel Louis voor het gesprek en veel succes verder. Dankjewel voor de vragen. Dit was Maite Rivera en Louis Kroenen. Nog één vraagje. Ik heb gehoord dat je een cavia hebt gekocht. Hoe heb je hem genoemd? Een cavia? Nee. Wauw. Allee, joh. Dat heb ik gezegd, hè.